Kan niet? Meneer Van Wegen, de zaak die tegen de BPA liep is geseponeerd. Een felicitatie of uiteindelijk toch allemaal verliezers? Nou, de stad Amersfoort en de lokale politiek is natuurlijk een verliezer. Dit soort zaken wil je eigenlijk niet hebben. Dat is een seppo omdat er geen enkel aanknopingspunt was tot überhaupt een vervolging maar op te starten. Dus dat is heel simpel. Dat wist u van het begin of was u ook blij verrast toen de rechter zei van nou, wij hebben niks gevonden? Nee, dat wist ik natuurlijk van het begin, want ik samen met mijn collega's heb 7, met sommige mensen 8 en zelf 12 jaar de administratie nauwgezet bijgevoerd. Dus daar kan niks aan de hand zijn, alles is gedocumenteerd. Hoe heeft dit dan zo kunnen gebeuren? Dat is een goede vraag, dat zou u in de... aan de burgemeester moeten vragen hoe die toch besloten heeft om tot aangifte over te gaan. Voor mij is het altijd een raadsel geweest. Heeft u het met de burgemeester daar ook nog over gehad, zeker nu nadat de uitslag bekend geworden is? Nee, ik heb nog niet met hem gesproken. En gaat u dat wel nog doen? Ik neem aan dat hij nog contact met me zoekt, maar ik heb er nog niks van vernomen. Bij u ligt het initiatief niet? Nou, het is redelijk vers, dus ik ga er ook met mijn bestuur en met mijn andere leden nog even over spreken. Want ik bedoel, ik doe dit soort dingen niet op mijn eentje. Uw partij was de grootste en is nu een eenmanspartij geworden. Heeft dit daar alles mee te maken? Er zijn mensen opgestapt, ja. Maar in mijn gevoel en in mijn beleving vertegenwoordigen we nog steeds 22% van de kiezers in Amersfoort, ruim 1/5 deel. Zeker als je nou de reactie van het laatste weekend ziet. Dus dat komt weer goed. We zijn met een nieuw team, een jong team, bezig om dat weer op te bouwen. En maart 2014 zijn er weer verkiezingen. Dus u gaat gesterkt weer verder? Ja, ik was natuurlijk altijd al zeker van mijn zaak. Maar het is heel mooi om te horen van de Rijksrecherche. Die inderdaad alle administraties van alle betrokkenen, zowel intern als ook extern, in beslag heeft genomen, minutieus heeft doorgenomen, e-mailaccounts van de laatste 6 jaar bij providers heeft opgevraagd van betrokken verheren. Maar het blijkt dat iedereen alles wist en dat het allemaal zeer zuivere koffie is. Dus ja, het is leuk dat de Rijksrecherche dat ook geconstateerd heeft. Nou, ik hoop dat dat het boek nou gesloten is. Ik bedoel, we zijn 6 jaar geleden door een andere partij aangevallen. En nu door je eigen familie. En dat is natuurlijk wel het meest vervelende. Je eigen familie die je aanvalt. Keihard beweert dat ze van niks weten. Terwijl ze 8 jaar in hetzelfde huis, in dezelfde fractiekamer, in dezelfde financiële overzichten mee gewerkt hebben. Dat is natuurlijk... Ja, dat is niet goed voor niemand. Uw eigen familie, maar het zijn niet allemaal uw vrienden meer. Nou, ze zijn inmiddels uit de BPA-familie gestapt, zoals dat heet. En ik had nog een vraag. Zo'n Rijksrecherche-onderzoek, indrukwekkend? Dat is zeer indrukwekkend. Je wordt ontboden als verdachte. Je moet je melden op het politiebureau. Dan word je ook gelijk ingesloten. Al die rechten en plichten worden verteld dat je verdachte bent. Je identiteit wordt vastgesteld op een zeer nauwkeurige manier. Er worden allemaal processen verwaalbaar gemaakt. En dan wordt je verteld dat je eventueel ook nog wat langer ingesloten kan blijven. Na overleg met de officier van justitie. Realiseren mensen die aangifte doen zich dat voldoende, denkt u? Dat weet ik niet. Misschien hebben ze het bewust gedaan om echt de onderste steen boven te krijgen. De onderste steen is boven gekomen. En die was ook schoon. Alle stenen waren schoon. Dus achteraf ben ik wel blij dat de Rijksrecherche het gedaan heeft. En niet een, met alle respect, een lokale regisseur. Want dan zou je altijd nog iets kunnen denken. Het zijn 3 Rijksrecherches geweest van ver buiten Amersfoort. Die echt tot op de millimeter alles wouden weten. En ook alles konden krijgen natuurlijk. Want zowel intern in mijn partij, in mijn fractie, in mijn bestuur... En zeker naar de Rijksrecherche heb je geen geheimen. Dus al uw aandacht kan nu weer naar de stad?
Ja, die was tussendoor natuurlijk wel tot de stad, maar het leidt wel af van de hoofdzaak. En dat is heel vervelend, ja. Succes. Dank u wel, dank u wel.